Ik heb vernomen zo'n sekstherapie, dan gaat er zo'n luikje open en doet de vrouw de been en dan... Dan mag je niet likken. Dat is het toch een beetje? Dus dan sta je aan. Nee, hoe gaat het dan? Ze laten eerst 5 bikinifoto's zien. Ja. En als je daar verlekkerd door bent en je zegt, mag ik een 6e bikinifoto? Dan krijg je alleen maar vrouwen in boerka's de rest van de dag. Dat is de... Onverschrikkelijk. Het is tijd om weer te genieten. Het is tijd voor roddelpraat. Kijk, daar gaat een hand de lucht in. Jantje heeft zijn natie goed paraat. Dus ga nu lekker zitten en trek een biertje los. Pak een dikke joint of sla je vrouw totaal los. Heb je nou een strafblad? Ben je zwart of hartstikke gay? Dat is voor ons geen probleem. Ja, iedereen doet mee. Mijn naam is Dennis Schouten. Zijn naam is Jantje Roos. Hij is verwijderd van Twitter. Ja, nu ben ik boos! Ook YouTube, ja, die haat ons. Geen advertenties van Jan en mij. Maar wij hebben onze donateurs en zo vechten wij ons vrij. Staat nu het mis, komt ie, hè? Fascinerende, enerverende, intrigerende, polariserende. Het is tijd voor weer een roddelpraat. Ah, mooi. Ja? Wat een leuk initiatief. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ah, ik heb er zin in, ik ben vrolijk en ik ben gezellig. Ja, je bent vrolijk. Mooie week. Ja, het was absoluut een mooie week. En nu verheugt zich massaal op het grote, grote schandaal van Jan Roos. Ja. Ja. We kunnen het ook... Hij lag licht zwaar onder vuur. We kunnen ook het... we kunnen het ook gewoon negeren. Nee, daar gaan we zo naartoe. Maar om de spanning nog heel even op te bouwen, beginnen we een keer bij mij. Hè, oh, leuk. Jij straks... Nou, Dennis, hoe was jouw weekend? Nou, ja, zwaar was verhuizen. Ik wist helemaal niet dat je nu al ging verhuizen. Ja. Maar jij zegt op een gegeven moment, ik denk erover na om terug naar Enschede te gaan. Ja. Een week later heb je een huis in Enschede en woon je daar. Ja, nou snel. Ja, ik zal dus vertellen, ik heb... Ik hoop dat ik ook snel zo'n een huis kan vinden straks. Ja. Ja, nee, ja, als je een ruzie hebt thuis. Ja, ik had dus ook een ruzie thuis. Niet met mijn partner. Ja, overigens ook. Maar dat was straks. Met je verloofde? Ja, dat ook van straks. Nee, maar ik had een enorme ruzie met mijn vader. En toen op een gegeven moment zei hij al... En als het toen niet past, dan ga je er maar uit. Dat riep hij. Toen zei ik, nou, dat is goed, dat ga ik doen. En ik was in Santé. Overigens, meneer en mevrouw Santé zijn nu op vakantie. Stuurde net een foto voor in de uitzending. Ah, leuk. Je wilt toch geen laten weten dat het allemaal goed gaat, weet je. Ja, dus maar goed, kijk. Goede relaties, die kunnen tegen een stootje. Ja, als je een keer met een 20-jarige van tussen gaat, dat moet kunnen, hè. Het, nou ja, goed. Is je lintje 20 dan? Had ik niet verwacht. Ik dacht dat hij ouder was. Maar goed, en toen was ik dus de Santé. Toen had iemand tijdelijk iets te huur. En toen ben ik direct naar Enschede gegaan. Gelijk gepakt. Ja, gelijk heerlijk. Gepakt. Pakken wat je gegaan. Pakken kan, zeg ik altijd maar. Ja, pakken en gegaan. En dat doet me goed. Dat doet mij goed. Je bent terug naar de roots. Ja. Gelukkiger. Ja. Ja, want voordat we op vakantie gingen, kwam er een heel emotioneel statement voorbij op Instagram. Dat je niet lekker in je velletje zat. Dat je daarom terug naar je roots ging om gewoon weer eigenlijk een vogeltje in het nest te voelen. Ja. En? Ja, nee, ja. Dat lijkt nu te lukken. Ja, ik ben er dan nou net een weekje. En hoe is het dan? Want het moet een actieve zeet zijn geweest. Die is niet... Ja, dat is wel zo'n huur met enkel glas en helemaal niks. Het was verschrikkelijk warm. Maar goed, dat doet niks af van de pret. Nu moet ik wel even wat zeggen, want er zijn wat conflicten betreffende mijn verloving met het meisje. Oh. Dat meisje is erachter gekomen dat ik per ongeluk een incident had met iemand anders. Een ongeluk? Ja. Met auto, aanvaring? Nee, met iets in een ander. En, iets? Ja, hoe moet ik dat zeggen? Oh, je viel per ongeluk op er en toen zat er per ongeluk iets in. Ja. Dus ja, ik heb dat wel eens dat ik per ongeluk berichtjes stuur. Ja, nee, ja, dat kan gebeuren. Dat je in één keer denkt, dat heb ik toch niet gedaan. Je was niet eens verloofd.
Klopt. Nee, ja, nou ja, precies. En zij is woest, dus ik moet... Verloving is afgelopen. Verloving is afgelopen. En toen zei ik, nou ja, toen zegt ze, ik heb een ringetje weggedaan. Ik zeg, nou, dat is ook jammer. Ik zeg, mag ik dan het ringetje terug? Dan geef ik dat aan dat nieuwe meisje. Ja. Nou, nu praat ze niet meer met mij. Ja, dat is ook raar. Ik heb dat ringetje op de bewuste Santé verjaardagsavond van jou om mijn vinger gekregen. Ja. Toen liep dat meisje ook al boos weg. Ja. Volgens mij ook om hetzelfde meisje die nu haar plekje heeft ingenomen. Waar jij toen nog aan de kont van zat. Ik heb niks met jonge dames, dus dat lijkt me stug. Maar ik heb dat ringetje toen geprobeerd, maar dat was een stukje aluminium. Nee, dat was wel goud. Echt? Ja, was goud. Ja, via een bevriende juwelier. Zag er heel cheap uit. Ja, was niet de allerduurste, maar goed. Hè. Het ging om teken van liefde en het is nu jammer dat het is weggegooid. Ja. Dus zodra hun de auto of de kliko aan de straat zetten, ga ik er ook nog even in om weer te vinden. Tuurlijk. Maar goed, dat is dan. Dan gaan we nu naar... De rel van de week! Yes! Nee, niet yes! Kut! Ja, ik bedoel, vagina! Een relletje. Nou, oké. Okay. Nee, dat zeg je altijd. De rel. Oh ja. De rel van de week! Week! Nou, de rel van de week, dat was ik dus. Ja, met Jan Roos. En daar hebben we beelden van. Laten we gewoon beginnen met de beelden, want het was zondagochtend. Ik wist helemaal van niks. Ja, ik toch ook niet. Paniekerige berichtjes van jou, Dennis, dat gaat wel rond. Maar, zondagochtend wist ik het ook. Maar ja, voor jou zondagochtend is eigenlijk zondagmiddag voor mij. Ja, nee, voor, ja zeg maar, iedereen ik, is het ik lag zondagmiddag. Nog in bed. En toen deze beelden speculeerden over het internet. Leuk liedje. Womanizer. Ga je nou dat hele filmpje laten zien? Dat duurt hartstikke lang. Hier sta je gewoon naakt. Nee. Ja. Nee. Geen shirt aan. Ja, maar dat was iets... Even een moment. Ik was daar niet naakt. Nee, maar geen shirt aan. Hé? Geen shirtje aan. Nee, omdat ik... Full summer body. Omdat ze hartstikke laat was. Ja. Ja. Afijn. Mag ik erop reageren? Ja, dit ging rond op TikTok. Ik denk, nou, wat is dit toch nou? Ja. Jan Roos, vreemdganger, stond er allemaal bij. Ja, nee, er stond bij. Jan Roos probeert vreemd te gaan. Oh ja. Want ja, dat is dan niet gelukt. Maar goed, ik wil dat wel even uitleggen over dit filmpje. Ja. Leg dat nou eens uit. Wat gebeurt er nou op een gegeven moment? Anouk! Ja, die er uit stond. Uit Groningen. Ja, die stond er 23 ook bij. 23 jong. Mooie vrouw. Zeker. Ja, zeker. Mooi, maar jij vroeg ook steeds zo'n bikiniplaatje. Had ze ook mooie borsten? Ja, nou, ik kreeg dan uiteindelijk een bikinifoto. Ja. Zag er prima uit. Ja? Heb je die nog? Nee. Oh. Maar waar het even over gaat, is het volgende. Dus ik heb toen tegen haar gezegd, dat klopt, je bent een mooie vrouw. Ik geef eerlijk toe, weet je, ik stuur gewoon complimentjes. Ja, jij stuurde haar een berichtje. Hallo, mag helpen? Ben jij een mooie vrouw? Ja. Dus, en ik zou je vertellen dat ja, het is Patrice misschien. Dat doe ik wel vaak. Ja? Ja. 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 En werkt dat? Nee, niet veel. Kijk, ik reageer ook vaak. Ja. Ik heb hele gesprekken ook. En dat deed ik vroeger wel op Twitter, maar daar ben ik mee opgehouden. Ja. Nee, dat vond ik niet meer leuk. Maar, prima. Dus dat heb ik gezegd. En een beetje vieze oude man. Ik reageer niet vaak op lelijke jongens, moet ik eerlijk zeggen. Als het mooie vrouwen zijn, dan ga ik eerder leuk doen. Maar ja, laat het eerlijk zijn. Dat is me deze week ook al een paar keer verteld. Ik ben nou niet echt David Beckham. Hè? Dus je bent blij met een beetje aandacht. Ja. Dat geef ik eerlijk toe. En dus ik had tegen dat meisje ooit gezegd. Je bent een knappe vrouw. Toen zei ze, nou dankjewel, klaar. Ik kreeg op een gegeven moment een bericht van haar. Ik mis een beetje jouw aandacht. Na een tijdje. Dus ik denk, waar slaat dat nou op? Ik ben wel erg wanend. Laten we eerlijk zijn, Dennis. Ik heb ook een spiegel thuis. Ik zie gewoon ook wel een oude, vieze, beetje te dikke man. Ja, maar toen zag je die Anoukje, je dacht, dat is een toppetje. Nee. Luister nou, verdomme. Ik dacht dus, waarom zou zij aandacht van mij willen? Ja. Maar goed. Ik was ook ooit verloofd. En als je dan toch een leuke vogeltje ziet, stuur je een berichtje. Ik herken dat. Nee, ik ben wel een beetje een hond waar je een bot voor zijn neus haalt. Dat die dan gelijk ook in dat botje hapt. Ja. En het zou wel interessant zijn. Zeker als je dit programma presenteert. Hè, je bent de hele tijd mensen de maat aan het nemen. Ook over vreemd gaan naar de boel. Ja. Dat je 5 keer nadenkt. Maar ja, ik,
heb op zo'n moment moeite met mijn hersenpannetje te denken. Ja. Dan wordt er vanuit het andere doppie wordt er veel gedacht. Er werd ook soms om 3:00 s'nachts bericht. Dan denk ik, dan slaap jij toch al? Nee, het was tyfus heet. Was ik wakker. Het is vermaak. Heet en geil. Nee, het was te warm voor de geilheid. Punt is alleen, ik had dus op een gegeven moment weer in de gaten, vrij snel. Dit is natuurlijk raar dat iemand daarom vraagt. Ja. En ik speelde het spel mee, maar ik zei ook al een aantal keren, joh, ik geloof ook wel dat het een prank is. En toen was het op een gegeven moment, zullen we afspreken? Ik zei, kom naar Groningen. Ik zeg, hartstikke goed, kom ik lekker om 2:00 rijden naar Groningen. Of 2:05. En jij wel per se in de middag afspreken, dat vind ik niks aan. Ik vind, als je dan gaat voor de daad, s'avonds doen. Nee, maar ik zal je vertellen, wat het interessante was, dat zij zei tegen op een gegeven moment, ik was dus mee aan het praten. Ja. En natuurlijk hoopte ik echt wel op een fotootje met een sexy plaatje. Ja. Dan vraag ik ook wel eens om. Ja, ik weet je. Krijg je ook wel eens? Nou, niet veel. Veel te weinig. Maar van haar wel? Nee, eigenlijk ook niet. Oh. Dus ja. Dus jij dacht, dan wilde ik dus middags in? Nee. Dat is wel een stuk rijden naar Groningen. Dat zei ik. Het is 2:15 minuten rijden. Maar ik zei dus op een gegeven moment, omdat ik... Ja, ik zat op 2 sporen. Ten eerste dacht ik, ja, dit is een prank. En ten tweede dacht ik, als ik er niet uit kan halen, en heb ik het over een mooi fotootje, dan ga ik er gewoon even voor. Ik had niet het idee dat ik daarheen ging. Dat idee had ik wel. Ja, ja. Dat kregen de mensen als je dat leest. Ja, als je dat leest wel, maar dat idee had ik niet. Want kijk, de reden waarom ik vraag, dat ik zei, nou, ik kom alleen overdag, is omdat zij zei, ja, ik werk 5 dagen per week en dit en dat. Toen dacht ik, voor zo'n jong meisje die ook zegt te studeren, dat lijkt me een beetje stug. En ook omdat ik er vaak fotootjes van haar zag op het strand door de week overdag. Dus ik denk, ik ga daar eens eventjes testen of dat zo is. Ik zeg, dat kan alleen maar overdag. Nou, in ieder geval, uiteindelijk zei ze, ja, je moet, het is nu of nooit, je moet nu komen. Want we gaan nu afspreken, gaat komen. En toen zei ik de woorden, joh, ik geloof niet dat dat echt is. Ik geloof ook niet dat je dat wil. Ik geloof ook niet dat ik het wil. Dit is een prank, dat snap ik ook wel. Nou, toen kreeg ik uiteindelijk nog een keer de vraag. Het is nu of nooit. En toen dacht je, joh, de grap heeft een beetje te lang geduurd. Ik heb er veel tijd in gestoken. Ik stop ermee. Ja, en de dag later kwam, of dezelfde dag, de dag later kwam dat filmpje. Waarin er staat, Jan zou willen vreemd gaan met het meisje. Nou, laten we eerlijk zijn. Ik was niet van plan om daarheen te gaan. Maar ik trek wel het boetekleed aan. Want ze hebben het heel goed gespeeld. Omdat telkens dat ik riep van dit is gewoon bullshit, kwam er toch wel weer een soort van dingetje dat ik dacht, oh, daar reageer ik ook nog wel even op. En dan 10 minuten later zei ik van, laat toch eens eventjes je bikinifotootje zien. Dus kijk, ik ben... Het was echt dirty talk. Nou, dat viel nog wel mee. Deze was... Ja, oké, maar... Het viel allemaal nog wel mee. Had ze ook verkrachtingsfantasieën? Nee. Oh, het was niet helemaal Charlie Luske. Nee, maar dat vind ik natuurlijk wel grappig. Want we hebben natuurlijk Charlie Luske voor de bus gegooid. Die zal dit fantastisch vinden dat ik natuurlijk hier nu zit te zweten. Die heeft enorm gelachen. Dat heb ik dus al gehoord. Van de trainer? Charlie heeft enorm gelachen. Ik ben natuurlijk, ondanks dat ik wel zei, ja, ik geloof ook wel dat het nep is, natuurlijk met boter en suiker erin gegaan. Omdat ik toch een beetje als een oude vieze man zat te azen op een Maar stel op nou, ze zijn nou wel van die middag, dat tijdste wat jij zei is goed. Kom maar, was je dan gegaan? Nee. Nee, dat was ik niet van plan. Nee, dat was ik niet van plan. Maar stel nou, je was wel van plan om te gaan. Had je dan nu gezegd, ik was van plan om te gaan? Ja. Had nooit je voordeel uitgepakt, om dat te zeggen. Nee, maar ik was niet van... En, nou ja, laten we eerlijk zijn. Ik denk niet dat die meiden dachten dat ik daadwerkelijk ook zou komen. Wat denk jij? Ja, oude man, jonge vrouw, je wil wat. Een mooie meid. Mooi, ik vind wel dat je smaak hebt waar je mee praat. Je hebt wel eens een man die wil een vreemd gaan en denkt, nou, is dat nou de moeite waard? Maar wacht even. Maar dit, crème de la crème. Ik bied toch wel een bruggetje aan, van hier tot ook weer, dat jij zegt, nee, ze hadden niet verwacht dat je zou komen. Ja, ik weet niet of ze dat hadden verwacht. Dat heb je zelf gezegd, dat is dat tegen je helemaal gezegd. Nee, ja, uiteindelijk, ik heb later met ze gesproken. Maar dat is nog het meest bizar, hè? Ik vroeg, wat hadden jullie nou gedaan gewoon, als die kwam? Je hebt gewoon met die vrouw zitten bellen daarna. Ja, nou, dat zou ik dan zo opkomen. Maar dan heb ik wel even een laatste vraag. En dan zal ik daarna vertellen wat ik dan van de situatie af weet. Maar op een gegeven moment komt dat zondag, dus dan gedoe. Maar dan heb je ook, zeg maar, thuis. Hoe gaat dat? Oh, ja. Nou, kijk, laten we eerlijk zijn. Ik moest natuurlijk wel eventjes met de billen bloot. En dit keer niet met een fotootje op dan, Instagram. Ben je dan zeg maar met dat TikTok-filmpje zo naar gegaan? Sorry.
Heb je dat zo gedaan? Nee. Nee. Of riep ze naar boven, Jan, Jan, wat zie ik nu weer? Nee, dat want is natuurlijk scherk een inslag van jullie. Nee, dat zeker niet. Hoe is dit gegaan? Dit is helemaal geen scherke inslag. Hoe is dit gegaan? Nou, als je me even tijd geeft, zal ik het je uitleggen, lieve vriend. Ik dacht op een gegeven moment... wacht. Ik vertelde al, ik heb al eerder verteld, nog voor dit filmpje... dat ik heb zitten chatten. En dat ik dat er een soort prank gaande was en dat ik daar wel... Je voelde me aankomen? Nee, niet. Ik voelde het niet aankomen, maar ik heb dat wel een soort van verteld. Maar waarom? Nou ja, omdat ik... Omdat schuldgevoel? Nee, omdat ik dacht gewoon, ja, dit is zo obvious. Laat ik dat wel alvast gaan vertellen. Niet alvast van, voor het uit zou komen, maar meer dat ik zei van, Jezus, weet je. En waarom? Luister nou. Omdat, kijk, mijn vriendin, die is natuurlijk verdrietig en boos. Omdat zij dit zo wel vaker heeft meegemaakt. Met jou? Met mij, ja. Ik vind dat dus leuk, dat chatten en ja. Die aandachtshotjes. Dus dames die kijken, die likes it. Ik heb hier notabene in de uitzending al gezegd... wie een dik pik wil in DCDR moeten vermelden. Ja. Ja, toen kreeg ik alleen mijn lelijke mannen in DM helaas. En dat is een beetje mijn story in dit geval. Nee, joh, maar luister. Kijk. Het is gewoon heel simpel. Ik zit gewoon wel dus die aandacht te vragen. En ik zit dus wel te hopen dat ik mooie fotootjes krijg van meisjes. Ik ga even niet zeggen dat ik één keer hierin ben genaaid. Want ik doe dat vaker, klopt. En mijn vriendin is daar wel vaker achter gekomen. En die vindt dat heel vervelend. En die gaat mij niet in elkaar slaan of bespugen of de koffers pakken. Die zei alleen maar, goh, ben jij een vervelend kinderachtig mannetje. En ze zei ook, weet je wat ook heel ironisch is? Hmm. Ja, elke week in, week uit, dit is een verhaal in de wereld zitten brengen. En dat je dus blijkbaar te dom bent om dit voor jezelf te voorkomen. Nou, daar had ze wel gelijk in. En daarna zijn we gewoon met z'n tweeën naar Ajax gegaan of met z'n vier. Tegen Groningen? Ja. En voelde je dan toen Ajax van Groningen gewoon extra vraaggevoelens naar die meisjes uit Groningen van bam, daar hebben jullie. Nee, kijk, ik ben niet per definitie heel erg kwaad in die chicks. Want ik had gewoon niet kunnen reageren. Ik ben toch zelf continu in gesprek gebleven. Terwijl ik ook wel het idee had van, nou, dit klopt niet. Maar ja, dat is toch, weet je, wat ik net al zeg. Heb je ook niet zoiets van, hè? Want je natuurlijk, dat je dan denkt... Kijk, ik zeg altijd, als je vreemd gaat, dan moet je dat goed maar doen. Maar wacht dan even, moet je ik ben eerst... niet vreemd gegaan. Nee, oké. Dat gelul, alleen die plaatjes, daar heb je gewoon niks aan. Als je wat wil, dan moet je echt vreemd gaan, maar discreet zijn. Dat moet je goed uitvoeren. Jij kent ook weinig schuldgevoel. Heb ik ook. Mannen die weinig schuldgevoel kennen, komen het verste in hun leven. Zeker. Alleen jouw verloving heeft het gekost. Ja, maar daar heb ik weer een leuk vervolgtje voor terug. Ook waar. Ik ben dus nog steeds bij Joyce en Joyce is nog steeds bij mij. En, Snapchat, Jan. Download Snapchat. Die gesprekken verdwijnen dan. Spreek af. In een hotel. Altijd een beetje in binnen. Is redelijk discreet. Bij Van de Valk. Ja, nou ja. En als het misgaat, betalen ze jou een leuke schadevergoeding. Ja, dat zou wel mooi zijn. Spreek over mee. Tophotel, leuk uitsmijter hebben ze daar ook, toch? Ik ben gek van de Valk. Ja, ja ben heerlijk. Valk. Maar luister, wij gingen dus naar voetbal. En toen hebben we ook nog het grapje gemaakt samen naar Groningen. Ja. In plaats van dat ik daar in mijn eentje heen ga. Dus dan zie je ook wel dat zij ook wel zegt... Heel van, veel humor heeft. Ja, ze kon er al om lachen. Nou ja, ze vinden me een beetje zielig oude man. En daar heeft ze natuurlijk wel gelijk in. Maar goed, nu heb ik wel een mooie aanvulling op dit verhaal. Hè? Want dit gaat dan over twee dames. Een zekere Anouk. Daar chat je mee. Mooie meid. Ik zou toch als het kan nog... Ben jij echt... Jij niet? Jij praat nog niet met een lekker lelijk wijf. Als een man praat met een andere vrouw... is het altijd een beter hapje op uiterlijke basis dan thuis. En terecht, 20 jaar jongen, dan krijg je dat. Onnodig. Nee, ja. Onnodig. Ja, maar dat zeg ik. Oké, dan is het goed. Dat want zeg ik vind het onnodig. Dat zeg ik. En zo denk ik er niet over. Het enige wat ik dacht toen ik het zag... respect, mannelijk, op die leeftijd. Zeker. Een vriend van mij heeft een café. Die ging ook ooit een keer met een hele jonge dame. Oh, echt? Hij levert een pak gezeur op. Even nog advies voor jou. Je kunt hem bellen. Meneer Santé heeft advies voor jou als je daar nog wil. En DJ Jos ook? Nee, DJ Jos heeft geen vrouw. Maar meneer Santé... Die had een keer een affaire. Ja, weet ik, maar... Maar goed, hè, die dames... En dat deed die Anouk samen met Lieve. Een vriendin van haar. En ik kende die Lieve al, want die Lieve was een tipgever van ons. Ja. En toen op een gegeven moment hadden we die tips aan de boot... zei ik, maar dat is eigenlijk heel lelijk wijf. Toen zei ik nog, godverdikke notenbenen. Ja, helemaal niet, dat is een knappe vrouw. Ja. Dus dat is eigenlijk... En daar wil ik ook op terugkomen. Nou, want dat meisje is hier later geweest. He, na al die Marco Borsato en dingen, datjes,
En dat deed natuurlijk altijd met die vrouwen, die zijn gek voorbij. Zij wou hier ook naartoe. Zij wou niet met mij chatten, zij wou hier gewoon naartoe. Geen gevierig flans, geen gechat, geen gedoe. Gewoon hier naartoe. Een no moment, even heel even, heel veel pauze. Mag het heel veel pauze? Mm. Dus dat meisje wat heel boos op jou is geweest, omdat jij haar als anoniem bron uit de anonimiteit heeft getrokken, die, waarvan je midden in rollenpraat hebt gezegd dat ze lelijk is, ja. Waarvan ik zei dat je zou maar niet lelijk doen, niet zo onaardig. Dat meisje heeft mij nu voor de bus geflikkerd. En samen is, met haar vriendin, ja. Samen met de vriendin. Maar ze is na al die beledigingen van jou hier geweest, voor wat? Ja, voor Noikie. Om een nachtje hier te slapen. Ja, kijk nou de tering, dat is toch heel raar? Dit is een rare wending. Ja, nee, ja, dat is maar waarom wel... is ze dan boos op mij? Nou ja, dat zal ik dus wel vertellen. Want ze kwam hier toen. En toen was het... ze wou heel... van die, ja, je hebt van die, ik ben van de liefdevolle, gevoelige, kortstondige seks. Zij wou van die... Kortstondige? Zij wou van ronde? Die, nou, 5 minuten. Zij wou van die keiharde, vieze, schreeuwende seks. Dus ik denk, oh god, wat gebeurt er nu? Even, wat is keiharde, vieze, schreeuwende seks? Ja, dat het dan heel hard gaat. Heel hard? En kappend vlees? Ja. Dat ja. En aan die haren trekken. Bij iedere stoor denk je, oh, als het iets te veel naar links of rechts staat, tak. En dan kun je een week niet plaatsen. En dan dat je ook een beetje spugen ook op elkaar. Ja, zo. Maar dat... Nee. Want dat bood ik die meid nog aan, maar die Anouk is daar niet van. Nee? Nee. Jouw vriendin wel? Maar de komende week niet. Maar goed... Nee, de komende week niet, want ik ben er niet. Nee, je gaat op de vlucht. Kom er zo op terug. En dus zij was hier. En toen na de tijd had ze je bewust iets laten liggen. En dat doen al die vrouwen die komen hier en die willen dan graag een keer terug en dan laten ze wel liggen. Maar waarom is ze nou boos op mij? Dat, ja, weet ik veel. Dat komt nu, had ze wel laten liggen. Dus zei ik, nee, ik stuur je dat wel op met de post, je hoeft niet weer te komen. Want ze wou weer komen. En toen dacht zij, wat een klootzak. En toen dacht ze, nou ja, misschien kan ik hem pakken. Met die vriendin. Maar het is wel de pech dat jij die vriendin toevallig dan zelf ooit als eerste hebt bericht. Oh, ja, maar luister, ik heb dan net de hand in eigen boezem gestoken. Ja, nee, maar ja. Dat godverdomme, dat hele gezeik. Ik moest godverdomme met een papieren zak met 2 gaten omhoog. Moest door het dorp lopen, omdat iedereen zei... Viezerik, smip! Trouwens, ik word ook pedo genoemd nu. Oké. Okay. Hoe oud is dat kind? 23? 23, ja. Maar dan ben ik toch geen pedo? Nee, je bent gewoon een soort van... Een beetje vieze oude man. Sterker nog, als het jou was gelukt, was je de absolute godvader geweest. Dan was je een soort van held. Oude man doet 23-jarig jonge meisje. Nu, kijk, nu ben je de lul, anders had je respect. Dan was je maar echt... het rare is dat het andere verhaal... Dat is misschien nog wel vreemder. Want die griet die stuurde continu halve pornofilms met zichzelf op. Met een gezicht erop. En daar waarvan ik altijd dacht. Ja, nou, ik blijf gewoon doorkletsen. Want dat is lekker. Na dat schandaal kwamen er allemaal vrouwen die stuurden berichtjes. Er waren 20+ vrouwen, las ik ineens. Ja. Die allemaal klaar waren. Jan stuurt allemaal seksberichten naar mij. En dickpics zou je ook hebben gestuurd. Ja, maar die stuur ik eigenlijk naar iedereen. Ik doe dat altijd. Ken je dat? Het schieten met hagel. Ja, die term ken ik wel. Trrr, ja, ja dus er valt altijd wel eentje goed. Nou ja, tot nu toe niet zo heel veel. Nee, maar kijk, weet je wat het een beetje is? Dat 20+ verhaal, dat zal allemaal wel. Weet je, ik heb heus wel in al die jaren, hoe heet het, met Instagram en Twitter en raboel, naar mooie vrouwen gezegd, hey schoonheid of hey knapper, wat dan ook. Dus ik denk dat veel mensen zich er aangesproken voelen van, hij wilde bij mij ook in mijn DM'tje glijden. Dus dat is ook waar, dat geloof ik allemaal wel. Maar ja... wat ik al zeg, ik hou toch inderdaad van die aandacht. Ik vind het toch leuk om te zien. Maar als krijg iemand... je die thuis dan niet? Jawel. Krijg je wel aandacht? Jawel, aandacht genoeg. Jullie doen het nog wel met elkaar. Jazeker, ik ben hartstikke gek op de meisje. Ja, dan niks aan de hand. Maar kusjes in de nek? Ja, ik hou er gewoon van. Ik vind het gewoon leuk om naar te kijken. Ja, luister. Er is geen man die een gelukkig huwelijk heeft. Nou, ik ben niet getrouwd dan. Maar die dan niet af en toe Pornhub opslingert. Nee. Nou, ik vind het leuk. Toen je nog getrouwd was, ging je wel vreemd? Zeker. Daar ben je dan nu ook mee samen. Maar ga... Ik wil even... Ik wou dat even vertellen. Ja, nee, maar dit is mijn moment. Ja, leuk. Ik herken toch ook dat... Maar dat ik wil even over het gesprek. Over het bedgesprek. Ja, even over het bedgesprek. Maar die stuurde dus hele films met haar eigen hoofd erop. Waar ze de meest... Nou ja, ik denk als jij het ziet dat jij zegt... Nou, pittig. Ja. Wat nou, ze allemaal met zichzelf uitspoken. Ik hou niet van Beffen. Maar met nee, dat weet ik. Maar met jij, hele gezicht erop en met alles. En zij zei... Dat ze nogal gek was op orale dienstverlening. Ja, maar wel, jij vroeg nog, hou je ervan als ik daar lekker lang doorga? En toen zei ze volgende dag, ja, daar hou ik wel van. Ja, omdat zij begon, dat hele gesprek begon. Nou, dat zat wel een beetje, dat gesprek was wel een beetje in elkaar geplakt, moet ik je toegeven. Oh ja. Maar wat ik, nee, maar omdat ze dus al die dingen onder elkaar hebben gezet. Maar zij zei dus, in eerste instantie,
Ja, van de orale dienstverlening naar een boel. Ik wil ook met je afspreken in een hotel. Ben ik ook niet geweest. Omdat ik dan denk, ja, kom op, hé. Ik geloof het nauwelijks. Hele knappe vrouw. Oude lelijke man. Maar ik vind het wel leuk om zo'n gesprekje te voeren. Ja, nou ja, ik krijg nu wel een beetje de deksel op je neus. Maar hou je echt zo erg van Beffers dat je naast stuurt? Nee, dat was wat overdreven. Oh, oké. Okay. Leek je lust in je leven, dat gesprek. Ja, nee, dat was wat overdreven. Maar goed, laat ik daar nou één ding wel in stellen. Ik heb wel één ding voor je geregeld. Ik heb contact gehad met die Anouk. Oh. En jullie kunnen volgende week in Breukelen op mijn kosten van de Valk slapen. Met z'n tweeën, ze wil het echt. Ze zegt, ik vind dit vervelend voor Jan. En nu wil ze je wel geven wat ze wil. Ze is gek om gebeft te worden. Nou ja, het is... Dan ben jij kampioen in. Dus volgende week in Breukelen moet je even samen dag overleggen. Moet je wel even deblokkeren. Dan... Is dat bij dit oude Chinese ding? Ja. Oh, leuk. Ja, je sauna, alles zit erbij in. Leuk, mijn leuk. Kosten, mijn cadeau, kun je erin. Nou, en dat is niet zo ver rijden. Nee. Dus nou ja. Ja. Wel door de week overdag mag kopen. Ja, dat is vanmiddag, zoals jij dat ook wou met haar. Ja, leuk. Ja, dan is dat geregeld. Nou, en dan wil ik nog wel één punt. Ik wil nog wel één punt maken. Hè. Nog een punt. En iedere relatie wordt vreemd gegaan. En ik, en dat zal ik dan gewoon eerlijk zijn. Kijk, ik heb er gewoon moeite mee. Je hebt zeg maar in een normale relatie is de man de kost winnen. Die zorgt dat het hele gezin kan functioneren. En de vrouw doet de bijzaken. Zodat het... Wat? Zodat het een wacht beetje even, loopt. Nee, ik vind dames en heren, het is tijd voor oerpraat. Oerconservatieve praatjes ik moet zeggen, uit het jaar 1955. Waar iedereen heel veel we spreken met aartsbisschop Schouten. Nou, vertel eens even. Waar iedereen heel veel ophef had, dacht ik alleen maar, oké, respect. Chat met een jong lekker wijf. Ik had dat ook gedaan, mogelijk met haar. Als ik denk dat er heel veel mannen dat doen. Maar precies, als een vrouw dat doet, is dat gewoon smerig. Dat vind ik, nee, maar die functioneert in het belang van het gezin met kinderen. Die kan kinderen krijgen. Er zijn echt wel meer mensen die zo over denken. Ja, wie dan? Ja, wie dan? De paus denkt er denk ik zo over. Echt veel mensen. En de SGP vindt ook dat je gelijk hebt. Nee, dan zo met die vrouw veel ik onzin iedere keer. Jongen, jij zorgt toch dat gezin als een tier in die loopt, dat het functioneert. Ik vind die vrouw vriendelijkheid. Daarom zeg ik altijd, zal ik even een potje beffen? Omdat ik ook gewoon als man iets wil teruggeven. Jij wil alleen maar krijgen. Voor al die boze vrouwen die kijken, als een man af en toe, kijk, als een man structureel een relatie erop nahoudt, is niet te chic. Maar als een man af en toe een keer met een ander gaat, zeur niet zo. Dat hoort er gewoon bij. En ook daarom, jij gaat volgende week lekker met haar naar Breukelen. Klaar hem. Goed, maar dan moeten we nu toch door met het programma. Jan heeft het boetekleed aangetrokken. Zit hier als een kleine jongen schaamzig dood. Ja. Eigenlijk moest ik nog huilen. Dat doe ik volgende keer. Nee, dat heb je dan daar gelaten. Maar goed, het is nu allemaal opgelost. En moet toch door met de show. Omdat we al zo mooi muzikaal begonnen, dacht ik, we gaan weer naar het positieve. En dat doen we met muziek. Je weet wat je moet doen, hè? Komt ie, hè? Goed, dan gaan we weer door. We gaan hem helemaal. Ik vind het wel leuk. We kunnen dat vaker doen. En dan hebben we direct wel moeten ook verder. We hebben een scoop. Ja, ik weet niet of ik dit soort geluiden nog kan maken na al die na die confessie hier net. Nee, dan schreeuw ik maar gewoon. Klinkt namelijk als een vrouw die klaarkomt van een potje beffen. Ah, ja, ja. Zomaar een scoop, want dan hebben we een scoop over een grote held, een vriend van de show. We gaan direct naar Rogier. Oh yeah! Nu krijg je helemaal geen DM'tjes meer, denk ik. Wat dan? Nou, ik werd heel rood en ik voelde langzaam het leven uit mijn hoofd trekken. Ja, nou ja, dan krijg je na zo'n stressvolle week met heel weinig slaap. Ook waar.
Maar goed, we gaan naar Rogier. En nou ja, we hebben dan zo dadelijk ook een grote scoop over Rogier. Want... Het is heftig. Het is, nee, maar goed, ze zeggen wel eens dat het een heftige tijd voor mij is. Maar voor Rogier is het ook heftig. Ja. Heftig. Maar financieel wellicht een goede tijd. Want Frank en Rogier staan weer voor de rechter. Goh. Komende donderdag. Je hebt nu al vaak voor de rechter gestaan. Die staan wel heel vaak voor de rechter. Ja. Is het niet over een hond? Is het weer over wat anders? Een omgangsregeling met de hond? En niet zo'n hond. Een vuile, vieze kankerhond. Zoals Rogier. Zoals de Rogier vorige week die hond opnoemde. Nee, maar dat gaat er nu om. Frank en Rogier gaan uit elkaar. En Rogier die wil €10.000 alimentatie per maand. Dat is toch best veel? Dat vind ik echt heel veel, ja. Maar... Oké, ik ga nu even... Kijk, ik ga nu iets zeggen. Dat komt in de buurt van Oerpraat. Ja. Ben je klaar voor? Ja, ja, ja. Ik begrijp niet zo heel erg goed dat als een stel uit elkaar gaat... en ze hebben dat samen besloten... dat er dan eentje moet betalen voor de ander. Want dan eentje zegt... Ja, maar hoor eens... ik heb bijvoorbeeld minder carrièrekansen gekregen vanwege jou. Kijk, ik heb bijvoorbeeld met mijn ex toen besproken. Zij zei, ik wil niet fulltime werken... want ik wil bij de kinderen zijn... Wat impliceerde dat ik dus fulltime moest werken. Ja. Ja, ik kon ook wel zeggen, ja, maar ik wilde ook parttime werken. Dus zei ze, nou, dat is niet jammer, want iemand moet fulltime werken en dat ben jij. Dus, en dan word je dan ga je scheiden, dat wilden wij toen allebei. En dan word ik dus gestraft, omdat ik haar dan kansen heb ontnomen die zij zelf helemaal niet wilde hebben. Ja? Ben je er nog? Ja, ja. En het rare is dus dat je dan moet gaan betalen. En dat is heel erg vreemd. Nu hebben wij dat goed geregeld, want betaal ik alleen maar kinderalimentatie en niet partneralimentatie. Maar dat is wel wat er vaak gebeurt. Dus dat zo'n vrouw op een gegeven moment zegt, ja, ik wil dat jij mij gaat betalen. Dat ik het leven kan hebben zoals ik had toen ik met jou samen was. Ja. Wat is nou voor onzin? Maar iedereen je hebt überhaupt het leven die bij dat je samen had. Precies, iedereen dat moet toch inleveren, want scheiden, dat doet nou eenmaal lijden. Ja. Dus, kijk, terwijl die vrouw ook nog vaak mogen bepalen over de kinderen. Ik zal je vertellen, weet je dat 1% van de dames... alimentatie aan mannen betaald. Dus, en het is al, ja, gelijke rechten, gelijke plichten. En man en vrouw zijn hetzelfde. 99% van de alimentatie gaat van man naar vrouw. Niet helemaal hetzelfde, mag ik zeggen. Maar daarom dat ik ook zeg dat mannen eerder mogen vreemd gaan. Maar, hier hebben we het toch godverdikke niet over een vrouw die parttime thuis is geweest met de kinderen. Hier hebben we het godverdikke over een homofiel met een hond. Ja. Laat die flikker gewoon lekker werken. Waarom moet die in godsnaam die oude Frank, die bejaarde, hem partneralimentatie betalen? Dan gaat er nog hier toch, weet ik veel, in een kledingwinkel staan of kapper worden. Wat doen dat soort types? Bij de koffieshop werken. Nou zeg. Of bij de koffieshop werken. Nou, ik geloof niet dat hij alleen maar van de soft is. Nee, dat klopt. Nee, ja, maar hij wil dus €10.000. Ik denk niet maar dat... Maar hoe kan je dat... Maar waar... Als ik rechter was geweest, hè, ik zie daar een man staan en een andere man staan. Die gaan uit elkaar en die man zegt, we zijn nu uit elkaar. Maar je luister, ik wil gewoon €10.000 per maand hebben. Ja, leuk. Ja, dan zou ik dus zeggen, en meneer, u kunt toch godverdomme gewoon werken. Hè? Ja, u bent een beetje een rare flikker, laat het eerlijk zijn. Ja. Maar die kunt ook gewoon werken. Ja. Donder nou toch op. Partneralimentatie voor twee mannen. Wat een gelul. Ja. Nee, ja. Sorry. Nee, ja. Het woord alimentatie is een rode lap op mij als dikke oude porno-stier. Dat wat jij wilt. Maar iedereen denkt ook, wat moet Rogier met die 10 rooien? Ja, wat moet hij eigenlijk met die 10 rooien? En toen kregen we ineens een foto van iemand die afgelopen weekend bij Rogier in huis in Leeuwarden... Ligt dat niet in Groningen? Nee, daarnaast. Op een seksfeest was. Hou Rogier op. Had in zijn appartement, bovenwoning, een groot... seksfeest. Hou op. Ja. En iemand die aanwezig was op het seksfeest van Rogier... heeft een fotootje gemaakt van een tafel. En wat zie je daar? De bankpas van Make Me A Star. Ja. En dat is zijn... Ja, BV'tje. Pettenmerk. Ja, BV'tje is verkoopt 2 petten op de website. Ja, nou. Ja. Ik ken mensen met een slechte webshop, maar dat slaat helemaal nergens op. 2 petten. En, dus de bankpas, Make Me A Star staat erop. Rogiers naam, bankrekeningnummer. En daarnaast, kok. En het wisselgeld van de kook die Rogier net heeft gehad. Want als er zo'n kookdealer langskomt, kun je meestal niet pinnen. Meen je niet? Ja. En kan het dan ook niet via PayPal of iDeal of zo? Nee, ook geen tikkie. Maar, totaal niet modern, hè, die drugsdealers tegenwoordig. Nee. Jammer. Nee. Jammer. Dus, hier bewijst dat Rogier helemaal verslingend is. Tenminste, is dit geen bewijs? Dit lijkt me toch bewijs? Ik hecht tegenwoordig veel aan privacy. Ja. Ik weet niet waar het precies mee te maken heeft.
Maar het is toch raar dat als jij iemand uitnodigt op jouw seksfeest, dat die foto's gaan maken van jouw nachtkastje. Ja, dat is niet chic. Vind ik niet chic. Dat is niet chic. Maar ja, dan vind ik een beetje dat je een beetje aan het chatten bent met een oude kerel. En dan opeens zegt, haha, ik ben aan het chatten met een oude kerel. Ja. Dat vind ik, nee. Nee, het is niet leuk voor een gier. Nee. Maar goed, dat ons roogje verslingerd aan de coca was, dat was natuurlijk al bekend. Maar Nu weten we het zeker. Keiharde scoop, mooie foto. Bedankt, meneer van het seksfeest. Ja, en Frank, morgen sta je met Rogier voor de rechter. Als je slim bent, neem je dit echt nog even mee. Ja, neem je dit mee. Dan zeg je, nou luister, ik ga toch niet 10.000 euro betalen zodat hij zijn neus kan blamuren. Nou, ben een gek. Ja. Ben een gek. Ja, hier bewezen. Nee, hoor. Bankpassie, alles erbij. Heerlijk. Nou, voor jou, Frankie. Graag gedaan, Frank. Sorry, Rogier. Maar Rogier was toch al heel boos. Ja, maar Rogier scheldt zijn hond uit met de meest verschrikkelijke ziektes. Dan ben je bij mij klaar, want ik ben gek op huisdieren. En Rogier stuurde naar mij foto's die jij naar jonge vrouwen stuurt. Dus dat hou ik ook allemaal niet van. Toen mijn ouders gingen scheiden. Ja. Toen mijn vader moest mijn moeder heel lang alimentatie betalen. Partneralimentatie. Partneralimentatie. Ja, niet kinderalimentatie, want ze wilde niet meer met jullie omgaan. Nee. Partneralimentatie moest hij betalen. Zij wou heel veel meer en rechtszaak naar rechtszaak. En dat ging maar door. Maar zij had dus eigenlijk al een nieuwe vent. Ja. Maar die nieuwe vent die schreef ze nog in bij zijn ouders. Ja. Want op het moment dat jij samen woont met een nieuwe man... Ja, dat kost je een deel van je partner allemaal. Dus op een gegeven moment, mijn vader was de klamer, die had aan privédetective opgezet. Oh. Ja. En die lag dan daar s'nachts in de struik om te fotograferen of die auto van die man al dan niet bij haar voor de deur zit. En dat duurde lang en toen verloor hij die eerste zaak. Dus ik wist nog, op een gegeven moment zat ik bij een tafel, zei pa zo, Dennis, Celine, zo zitten. Ja, dan pak je checken dan. Zo, belangrijk gesprek. Check op tafel. Zware vanille, witte vloei. Ja, nou, geen andere kleur vloei. Huh? Nee, je hebt ook van een rijstvloei. Oh, dat had ik niet. Nee. Details. Nee, ja. En dat was zo. En ja, ik zal je gewoon vertellen. Ik legde dus alle kaarten op tafel, die zaak had verloren. En toen had hij iemand gevonden, Macedonië, die kon dit allemaal oplossen. Oh, je gaat hier nu live een huurmoord. Dat is niet handig voor Marcellekes zijn carrière op de kaasmarkt. Nee, maar dat is het niet. Nee, ik zou het niet doen. Nee, maar zelfs het idee betekent al dat die opgepakt kan worden. Nee. Maar dat was al een kar en een kruik, dus het was geen idee. Had een huurmoord aan uit Macedonië? Zo is ons dat niet verteld. Had iemand in Macedonië. Die ging het oplossen. Die kon het oplossen. Had hij doorbrengen, kostte eenmaal bedrag X. Ja. En dan hoeft hij nooit meer bedrag Y over te maken. Nee, dat klopt. En toen uiteindelijk, had hij dus de laatste hoge beroep. Dat was alles of niets, zeg maar. Ja. Dus dat was leven of dood voor mijn moeder, zeg maar. Ja. En toen uiteindelijk won hij dat. Mm. Maar wat dan wel zo is in Nederland, is dan moet de vrouw alles terugbetalen. Zij moest alles terugbetalen. Dus toen kon mijn vader kiezen uit twee opties. Of zij kon het in delen. Terugbetalen, maar de kleinere deel, want ze konden niet betalen. Of mijn vader kon na één keer failliet laten verklaren. Ja. Failliet laten verklaren, groot feest. Ja, nou ja, goed. Sindsdien maakt ze het goed bij de Staatsbank, heb ik vernomen. Ja, dat was het verhaal. Goed, gaan we naar Tim den Beste. Ik heb knecht gezegd. Het spijt me zo, ik heb knecht gezet. Ik kan alleen maar Sint-Nicolaas op mijn motor te zijn. Wat een lullen. Het mooiste vond ik nog dat filmpje, dat stukje hebben we vorige week helemaal niet aan. Dan zie je dat hij op een gegeven moment zei. Ging voor de eerste buiten. Starbucks. Allemaal zwarte mensen. Ja, maar je weet ook, allemaal zwarte mensen hadden en dan weer huilen. Ja, alsof die zwarte mensen dachten. Ah, daar heb je de nazi. Ja, daar heb je die vuile vieze koekenkleiner van een Tim den Beste. Ja. Er is geen één zwart mens geweest die daar die vieze koffie stond te maken. Die dacht, goh, daar heb je Tim. Ja. Niemand kende de man. Nee. Nou, overschat je jezelf ook een beetje. Ja. Zoals ik nu denk dat iedereen die mij aankijkt, denkt dat ik een predator ben. Een sex predator. Nou, er zijn wel mensen die dat nu denken. Ja, er zijn wel mensen die dat denken. Maar goed, daar gaat het even niet over. Maar het mooiste was, weet je wie als eerste daar nou op reageerde? Dat vind ik wel grappig. Dat was die Mark van der Molen. Kennen we nog van. Ja, die zich toen zichzelf in het gezicht spoort. Met mij voorbij. Ik sprak laatst iemand, die had een vriendin. En dat is niet die Anouk. Die had een vriendin en die was in haar oog gespoten.
door iemand met een geslachtsziekte en die is haar oog kwijtgeraakt daardoor. Ik geef het alleen even mee. Ik heb ooit seks gehad met een meisje met een glazen oog. Nou, ik had het voilà, de nee, cirkel die, is rond. Die had oogkanker gehad. Dat was wel anders. En ik, op een gegeven moment, ja, die is boos geworden. Maar ik heb soms, ik wil zeg maar... Maar zijn die vrouwen toch altijd snel boos op jou? Ja. Terwijl je gewoon nog hartstikke leuke lieve jongen bent. Ik heb zeg maar, ik wil op zich wel met vrouwen, allerlei soorten, verschillende soorten vrouwen gaan. Dus ook zoals, eentje met een glazen oog, geen enkel probleem. Ja, precies. Dus op een gegeven moment, toen zegt ze tegen mij, wat we hebben het gedaan. Toen zegt ze, ja, maar ik ben op zich helemaal met dat oog bewogen niet mee, weet je. Nee. En toen zei ze op een gegeven moment van, ja, waarom heb je het met mij gedaan? Want ja, ik ben ook niet de mooiste. Weet je, dan wil een vrouw nooit dat ze mooiste. Ik zeg, nee, dat klopt. Maar ik had gewoon, ik wou gewoon een keer seks omgaan met iemand die kanker heeft gehad. Dat vond ik gewoon dat idee. Ik kom er eerlijk van. Ik vond dat idee, dat is misschien niet smakelijk, maar ik vond dat wel opwindend. Dat vind ik zo nare ziek. Ik denk, als je dat... Opwindend ook. Dat is echt ziek. Dat is echt ziek. Ga jij me dan vertellen wat ziek is op seksueel vlak? Ja. Nou ja, Beffy is niet ziek hoor. Ik was zo'n golfvrij gezel hoor. Ja, nee, oké. Maar zijn toch ook gewoon dingen waarvan je denkt, ik ga dat niet vertellen? En toen dacht ik, toen we bezig waren... Dit is toch zoiets wat je denkt, ik ga dat niet vertellen? Dat oog ging helemaal dicht. Dus op een gegeven moment had ze dat... Dat linkeroog was dan open, dat was van glas, maar het rechteroog was dicht. Dus ik denk, zou zij nu doorhebben als ik aan het oog zit? Oh, je hebt tok, 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 tok op het glas gedaan? Ja. Niet tok, tok, maar dan hoor je tik, tik. Dat is net een knikken. Maar ik heb wel zo gevoeld. En nou, dat had ze dus helemaal niet door. En toen na de tijd, ik denk gewoon, ik ben gewoon eerlijk, weet je. Ik ben altijd eerlijk, verloofd of niet, wel dan ook. Ik ben altijd eerlijk. En, weet je wat ik me afvraag, hè? We hebben nu heel vaak YouTube de schuld gegeven dat onze kijkcijfers achteruit rollen. Maar zou het niet gewoon te maken hebben met dit soort verhalen? Er zijn gewoon heel veel mannen die zich hierin herkennen. Heel veel mannen... Er is toch geen man die zegt... Hoeveel mannen zeggen, ik heb dit of dat gedaan voor het verhaal? Ja, prima, maar je kan dan niet zeggen, ik ben met een vrouw naar bed geweest die kanker had, want dat vind ik opwindend. Maar hoeveel mensen hoor ik wel niet zeggen, niche-markt, ik wou één keer met een zwarte vrouw, hoor ik ook wel eens mensen zeggen. Gewoon omdat dat ze dat graag een keer willen. Maar een huidskleur is toch iets anders dan dat kanker? Dat vind ik een heel racistisch denkbeeld, daar hou ik helemaal niet van. Oh, dat spijt me. Daar hou ik helemaal niet van. Maar nou, ik vind iemand, mijn excuses daarvoor aanbieden. Ja, ik bedoel iemand, ik denk gewoon, ja goed, die heeft ook, ze was niet kaal, daar hou ik niet van. Maar, nou, ook wel. Hè? Thuis Beffen. Ja, van onder wel, ja. Maar zij was ook niet bestraald of zo. Zij had gewoon direct dat oog eruit. Dat vond ik vreselijk voor een meisje. Maar goed, met één oog kun je ook kijken. En zeker. Goed, dat is dat verhaal. Hoe kwam ik hier toch op? Oh ja, omdat iemand chlamydia in het oog had gehad. Ja. En de oog moest eruit. Ja. Heeft hij ook een glazen oog? Ja. Nee, die heeft een zwart lapje. En daarna is dat is heel vervelend. Hij is een overval op een schip. Ja. Is haar been kwijtgeraakt, ze heeft ook een houten poot nu. En een papegaai op de schouder. Ja, kapiteintje. Ja. Maar zullen we even verder gaan? Want ik ga dus. Ik ga zo vluchten. Ja. Ik ga straks. Ja, Jan gaat zo meteen naar Spanje. Ik moet naar Spanje, ik moet een vlucht halen. En dan hoopt hij zodat thuis sommige mensen in rust kunnen krijgen. Nou ja, het is ook een soort van therapie. Ja. Seksverslavingtherapie moet ik volgen. Dat heb ik beloofd thuis. Dus. Wil je nou daar toch over vertellen? Nee, liever niet. Ga maar door. Tim de Beste. Ja, Tim is toen direct op vakantie gegaan naar Hongarije. En dat is een beetje raar. Ja, hè, want Tim was helemaal in de war. Die dacht, ik moet nu weg. Hetzelfde als jij. Tim gaat een verschrikkelijke daad. Van streek. Gaat direct naar het buitenland. Jij ook. Ik vind dat wat Tim heeft gedaan erger dan wat ik heb gedaan. Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik niet. Jawel, kijk, Tim... Tim zong een leuk lied. Ik heb vieze berichten gestuurd. En Tim is gewoon een vieze racist. Daar hou ik helemaal niet van. Ja, dat zeg je toen niet, knecht. Nee. Belachelijk, wat een goorlel. Schrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar wat ik vreemd vind... Misschien kun je in Spanje daar een variant weer van kopen. Wat ik vreemd vind aan het verhaal, is dat dus in de ogen van mensen als Tim, linksmensen, en hij werkt bij de NPO, dat Hongarije een verschrikkelijk land is. Want dat zou heel erg anti-homo zijn, omdat hij anti-homo-wetten zouden hebben aangenomen. Ja. En dan gaat hij daar op vakantie. Dus hij is dubbel fout. Hij is niet alleen een racist, hij is ook een fascist. Want daar is Orbán de baas en die haten linkse D66-stemmers als Tim. Dus is homoseksualiteit ook verboden daar? Nee, dat niet. Ik zal je vertellen, ik ken heel veel homo's die erheen verhuizen. Omdat dat daar heel erg veilig is. Omdat daar... Ja, mag ik dat zeggen? Er komen geen vluchtelingen het land binnen. Of mensen uit, laten we zeggen, culturen... waar het normaal is om homo's van het dak te gooien. Oh, die zijn daar niet welkom? Nee.
Nee, en dat vinden mensen als Tim heel erg, dat die daar niet welkom zijn. Maar hij gaat er zelf wel heen, zodat hij hand in hand met zijn vriend over straat kan lopen. Zodat hij niet in elkaar geslagen wordt. Ja, dat is een beetje hypocriet. Ik denk als Tim in Amsterdam-West loopt met zijn lover hand in hand, dat Tim de rest van zijn leven aan het huilen is. Dan is het even schrikken. Maar dan gaan we naar de mededelingen, we gaan naar de boodschappen, we gaan naar het... Reclameblokje. Wist je overigens dat toen Humberto Tan vreemd ging, dan zakte het programma ineen. Ja. Toen Marco Borsato vreemd ging, nou ja, weliswaar nog iets jonger, zakte zijn carrière ineen. Ja. Toen Ali B een andere zat, zakte ook zijn... Is dit dan ook het einde van ons programma? Nou, ik denk dat... ik ging niet vreemd, maar ik stuurde berichtjes. Maar als alles wat jij uitkraamt met de oerpraat... En als dat al geen probleem is, dan denk ik dat mensen dit wel vergeven. Okay. Ik denk dat ik hier beter uitkom. Ook als mens. Ik ga met mezelf aan het werk, heb ik beloofd. Dan hopen we op een krachtig gebaar van u en wat dan? Donateur! Want we hebben u keihard nodig. Zeker! Rollenpraat.backbook.org met 1 R aan het begin. Rollenpraat.backbook.org. Want u kunt ons steunen met een donatie om dit prachtige programma te blijven maken. En dat kost 5 eurotjes. Dan kunnen wij dit lekker maken. En weet je wat? We houden ook heel veel dingen over. Waar Dennis bijvoorbeeld het heeft over andere dingen waar ik mijn foutje heb gemaakt. Ja, precies. Want deze week dus in de extra uitzending waar donateurs aanspraken maken met onderwerpen die de regulieren niet hebben gehad. Vaak omdat ze tegen de wet aanschuren of Jan de relatie kosten. Ziet u beelden van vrouwen waar Jan allemaal berichtjes naar heeft gestuurd. En dan kunt u zelf oordelen, was dat nou de moeite waard? Hè? Dat kunt u niet doen. Dan kunt u het ene materiaal met het andere materiaal vergelijken. Ik denk dat jouw vriendin meekijkt. Ik denk niet dat dit leuk is. Oh. Ik dacht dat ik een beetje de boel oké had gemaakt. Ja, maar ja, dan weten de mensen in ieder geval echt wat er is gebeurd. In ieder geval, steun ons. Rollenpraat.backbeat.org. En dan vloeberen vloepie om 6 uur in je doosje op donderdagavond. Ja. Maar jij wel juist in de middag in de doosjes van de vrouwen iedere keer. Doe jij het echt het liefst in de middag? Nee, dat was toch juist om aan te tonen dat het onzin is? Oh ja. Ja, ja. Doe je het maar thuis nooit 's middags? Nee. Nee, daar ben ik ook niet van. Zeker niet met het warme weer. Dan gaan we nog naar een... Ja, waren eigenlijk 2 adverteerders, maar eentje heeft een hekel aan vreemd gaan. Dus er blijft voor deze week... Is er eentje afgehaakt? Dit is het eentje afgehaakt. Nee. Ja. Nee, ja, dat mag die namens ook niet zeggen. Ja, maar dit kost ons dus geld. Ja, nee, maar ik ben niet vreemd gegaan. Was Albert Heijn met de nieuwe handdoekenactie. Maar die is afgehaakt. Maar wie wel is gebleven is... Het Stucador Collectief. Het mooiste collectief van Nederland. En ze hebben ook een website. En dat is stucadorcollectief.nl. En die zoeken personeel. Niet. Ja, absoluut. Wat voor personeel, Dennis? Ze zoeken iemand op de klantenservice. Oh, op de klantenservice, ja. En iemand in sales. In de sales. En dan het liefst jonge vrouwen. Nou, heb jij misschien wat om aan te dragen? Ja, misschien kan ik helpen wat dames te zoeken. Ja. Ja, met de detachering daarvan. De detachering. Maar kan het vanaf volgende week afgelopen zijn? Dit soort leuke grapjes? Want ik vind er helemaal niks aan. Is dat, dan gaat het een hand in hand met grapjes over met mij en een bewuste barman? Kijk, luister. Er zijn voor mij geen filmpjes met die dames, hè? Die TikTok-filmpjes. Ja. Stucadorcollectief.nl. Zoek dus mensen. Dus wil je in de sales of in de klantenservice... neem even contact op met de beste heren. Maar we hebben natuurlijk ook kortingen voor jullie. Dennis! Ja, de kortingen. Een nieuwe badkamer al vanaf 5000 euro. Niet duur, wel goedkoop en ook nog heel goed gedaan. Ja, want ze zijn echt vakmensen. Vakmensen, zeg ik. Het stukken van wanden van 18 euro naar 14 euro de vierkante meter. 14 euro de vierkante meter? Daar kan je het zelf niet voor doen. Overigens, je kan het zelf ook echt serieus niet doen. Heb je wel eens geprobeerd om te doen, stukken? Ik weet niet wat het is. Weet je niet wat stukken is? Nee. Dus, ja, ik dacht dus dat heel lang dat schilderen was, maar het schijnt dus niet zo te zijn. Maar goed. Het is een... Weet echt niet. Nee, maar daarom... Het is gladstrijken van de muur met zo'n cementlaag. Dat het glad wordt. Oh, met zo'n spatel? Ja. Ja, nee, dat heb ik nooit gedaan.
Jij wel? Nee, maar is heel lastig. Dus 14 euro de vierkante meter is een kopie. Ja, ja, nee, ja. Dan ga ik nog liever beffen. Goed. Dan is het tijd. Ook hij is terug van vakantie. Oh. Er is tijd voor muziek. Oh. Er is tijd voor Madok. Ah, yes. De allerbeste rapper van het land. Ga ook naar zijn Instagram. En dat vraagt hij altijd of ik dat wil zeggen. Maar dat wil hij toch na de muziek? Oh. Hij stuurt altijd... Na de muziek, ga naar zijn Instagram en word lid. Kan je lid worden van Instagram? Of stuur hem een DM'tje met een bikinifoto. Ja, ja. Hij is wel heel trouw zijn vriendin, hè? Echt waar? Hij wel, ja. Maar ja, goed, je ziet hoe hij eruit ziet en zijn vriendin, snap ik het wel. Komt-ie, muziek! Ja, nou, dat moet toch als een snoepwinkel gevoeld hebben, of niet? Huh? Oh, dat is echt een clip. Ja. Mooi. Hey. Terug van vakantie, Roddenpraat 30. Nu is het tijd voor wat anders. Wees maar niet bang, ik blijf mezelf en ik ben nog steeds niet veranderd. Ik had BN's en maak ze nog steeds elke week met de grond gelijk. Ik word misselijk als ik zie hoe Peter Gillis voor die honger die kollen bij. Peter Gillis, hey, waar ben je mee bezig? Ik was fan als ondernemer, maar ineens ben ik niet zeker. Peter Gillis, hey, waar ben je mee bezig? Volgens 1 en 2 zit je met je kunst gebeurd, vast in die cremes. Shit die je doet, doet me denken aan pauper kabouter. Je neemt het er letterlijk niet met je klauw en je vrouwtje. Maar ook niet met tand, dan stop je die shit in een doofpot. Ga ik op vakantie, ga ik niet doorstappen, maar ga nog liever naar Roompot. Lorenzo, wat dacht je? Vanaf nu heb ik next level schijt. Als ik geen ster kan worden, dan wil ik voortaan een sterren zijn. Ik sprak je op het feestje van Dennis, dus ik wil nu geen devil zijn. Een vriend van de show, schun ik je alles wat je wilt hebben, meid. Man boobs, kijk uit, niet vet shamen, blijf thuis, BN's lopen los, rond in de steden. Allemaal vies, het is er niet veilig. KPN, sluit BN's aan, dan komen ze tenminste niet buiten. Terug van vakantie, Roddenpraat 30, nu is het tijd voor wat anders. Wees maar niet bang, ik blijf mezelf en ik ben nog steeds niet veranderd. Ik had BN's en maak ze nog steeds elke week met de grond gelijk. Ik word misselijk als ik zie hoe Peter Gillis voor die honger die kollen bij. Peter Gillis, waar ben je mee bezig? Ik was fan als ondernemer, maar ineens ben ik niet zeker. Peter Gillis, waar ben je mee bezig? Volgens 1 en 2 zit je met je kunst gebeurd, vast in die cremes. Ik zei tegen Maddox, maak maar een vrolijk rapliedje. Maar dit doet me een beetje denken aan die rapmuziek waarin mensen worden... van die drillrap, van die met messteek. Ja, ik vond het dus weer heel erg goed. Echt? Dit is een drillrap. Nee, ik vond dit als een lul om drumstel staan. Nee. Dit is namelijk een persiflage op een drillrap. Dit is echt hoge kunst. Ik vond het goed ook. Vond je het ook hartstikke goed? Wat iedereen die een beetje van muziek verstand heeft, vindt. En waarom heeft hij die ketting van de burgemeester om? Dat hoort erbij, hij is op drillrapper. Oké. Voor dan lid van zijn Instagram, dat zou hij leuk vinden. Drillrappers schijnen ook heel vaak vreemd te gaan. Nou, daar hou ik dan niet van. Oh. Dat vind ik smerig. Ja. Maar bedankt, fijn dat je bent van de Doc. Ik vond het prachtig. Ja, ik vind het echt serieus goed. Volgende week iets vrolijks. Die week daarop, sorry. Alsjeblieft. Bedankt. Goed, dan zijn we bij... Het einde! Nou, ik heb het overleefd. Maar heb je nou dan... Even normaal, dan ga je naar een uitzending toe en dan denk je... Ja, dan gaan we weer. Zat je dan nu iets anders in de auto? Gewoon eerlijk. Nee. Helemaal niet? Nee. Op geen moment van hoe ga ik dit aanvliegen? Ja, ik wil het niet erger maken, maar ik wil thuis ook geen ruzie. Heb je er geen seconde dat je dacht... Nou ja, goed, kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk wel eerlijk geweest. Ja, dat geloof ik wel. Maar was je niet iets gestrest, iets gespannen dat het toch anders voelde? Nee, omdat ik daadwerkelijk echt wel kon uitleggen wat er was gebeurd of wat er juist niet is gebeurd. Maar je had toch het zwaard van Damascus in de nek? Zeker, ja. En dat zwaard van Damascus zou je toch niet in je nekje willen hebben? Nee. Helemaal niet, nee. Wat is de hoofdstad van Syrië trouwens? Is dat Damascus? Ja, het is Damocles. Het zwaard van Damocles. Wat een beval. Het zwaard van Damascus. Oh, ja. Nou, ik zou in ieder geval... Ik had lama. Mooi. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Ben ik iets bruiner als ik af en toe ook vrij krijg van de sekstherapie. En naar buiten mag in Spanje. Wat zie je dan? Krijg je dan op een gegeven moment... Ik heb vernomen zo'n sekstherapie. Dan gaat er zo'n luikje op en doet de vrouw de been. En dan
dan mag je niet likken. Dat is het toch een beetje? Dus dan sta je... Nee. Nee, hoe gaat het dan? Ze laten eerst 5 bikinifoto's zien. Ja. En als je daar verlekkerd door bent en je zegt, mag ik een 6e bikinifoto? Dan krijg je alleen maar vrouwen in boerka's. De rest van de dag. Dat is de... verschrikkelijk zeg. Ja, het is heel erg. Verschrikkelijk. Ja. Ja. Goed. Maar het is wat het is. Het is nodig. Want ik ben... Ik wil weer rein van geest worden. En schoon in de slip. Bedankt voor het kijken. Ja, u moet het doen met de extra uitzending. Die komt eraan. En daarin ziet u alle scharrels van Jan. Geniet ervan. Doeg. En wij zijn er volgende week weer. Onze dank. Doei. Ciao. Ciao. Hoi. Doei. Die ga je in godsnaam laten zien dan.